zet Radio Veronica eens aan. Het is tijd voor Klaas Vaak. Klaas Vaak, Klaas Vaak. Altijd raak, hits, hits, hits. Maar ik wil slapen. Ik ook, maar dan val je vanzelf in slaap. Die Marie, die Marie. Ja, zeg Marie. Als de platenmeneren het wisten, dan hadden ze van ons al lang een plaatje gemaakt. En dan hadden we bij Klaas strakjes ons eigen kunnen horen. Ja, en misschien wel op de televisie. Hè? Hallo. Ja. Wij tweeën, sterren, hè? Ja, ja. Zeg, Marie. Stil nou eens, Marie. Kijk, zullen we het eens een keertje zingen? Oh. He? Nou, je, he? Zingen? Misschien luistert er wel iemand van Radio Veronica. Of zo'n platenmeneer, hè? Ja. Bij een zingen? 1, 2, 3. Opa luistert al 10 jaren naar Radio Veronica. Een plaatje over grijze haren en Wilma's lieve grootpapa. Ook hoor je heel vaak bij Klaas vaak: Corrie's huilen is te laat. Toch blijf ik het altijd vragen: maak van ons toch ook een plaat. Nou, ik vond dat jij het ook erg mooi deed, Marie. Als ze dat nou eens zouden doen, hè, dan zou onze eigen Klaas Vaker toch maar vaak draaien, hè? Denk je niet? Als hij wist dat wij ook iedere avond naar zijn programma luisterden, hè? Marie? Zullen we nou maar gaan slapen, Marie? Hè? Ja, nou. Dan wensen we Klaas Vaker samen nog even welterust. Ja, dat doen we. Zullen we dat nou doen? Hè? Ja. Goed. Klaas, welterusten. En tot morgen.